tweede dag met de Technetics Patriot. Eerste vondst van vandaag, ja, ik denk een blinkertje van vissen, van die jongens die in het snoeken vangen zijn. De volgende vondst is een oude aansteker. Oude aansteker. En ja, er staat niks op omdat dit de binnenwerk is. Hier ook zat nog wat, kijk, hier zie je nog wel waar het vuursteentje in kon. En hier zat een soort doek in. Dus eigenlijk gewoon een soort zippo. Alleen dit is het binnenwerk. Dus het mooie gedeelte is eraf. Gefeliciteerd Bram. Mooie broche. Het is mooi, hè? Als de zegels helemaal intact zijn. Misschien dat als ik dit eraf haal dat het nog wat leesbaar wordt. Maar ik vind het sowieso al heel leuk dat hij dat nog helemaal intact is. Kijk, die zijn altijd leuk om te vinden. Dan moet je kijken hoe helder die nog is. Hoe scherp. 1915. Even net voor het schuilen uit nog een pikkeltje uit de grond. En dan ga ik even in de auto zitten. Want het hagelt. Het hagelt gewoon. Ik heb net even op de buienradar gekeken. Wordt niks meer. Wordt niks meer, hè? We gaan naar huis. Ik kan al die dubbeltjes laten liggen. Zit het hier dwars? Nee. Ik gun het iedereen, natuurlijk. Nou, ik zie alweer een beetje lichtigheid komen. Dus we gaan zomaar weer op pad. Hoe leuk is dat? Een speelgoed transistorradio. Dat is waarschijnlijk een heel doosje geweest. En daar hebben jongetjes echt hele gesprekken mee gevoerd. Dat is toch geweldig? Ik heb gewoon een Romein. Nou is het geen Romeinse munt hoor. Hij is een stuk jonger als dat hij oogt. Kijk, aan deze kant is die hol. Het is gewoon een drukpenning. Maar het oogt alsof er een Romein op staat. Ik ben benieuwd of iemand er wat van weet. Meest vind je de gordijn ringen, maar het is ook wel eens leuk om de roehouwer te vinden. Hier zat de stang zo aan. En dan had je al die gordijnringen door de stang heen. En aan de gordijnringen hing weer het gordijn. Dit was ooit een Franse lelie. Jammer dat die zilveren lepeltjes in de loop der jaren zo'n rare vorm krijgen. Het lijkt wel eens helemaal krom trekken. Nou, onzin natuurlijk. Maar het is wel weer een leuk lepeltje. Hoe laat is het? 3 uur. 3 uur. Oh, mooie tijd. Dus we kunnen weer vooruit. En dan pakken we de wagen om naar huis te gaan. Hè? Huh? Dan pakken we de wagen om naar huis te gaan. Dan pakken we de wagen om naar huis te gaan. Ik heb hier een mooi signaal. Dus daar gaan we even een live dik van maken. Oh, nou voor het geval dat Bram niet weet hoe laat het is, dan weet ik het wel. Alleen die van Bram is wat ouder dan deze, denk ik. Ik denk dat deze van de boer geweest is. Ik vind het echt leuk hoe verschrikkelijk fel deze op zilveren muntjes is. Dit is een Wilhelmina, ik denk een kwartje. Als ik zo de maat bekijk. Met lang haar.
Altijd welkom. Erg leuk. Bram, we hebben gewoon 4 treinwieltjes in 1 gat gevonden. Waarschijnlijk een station geweest hier. Ja. Vergaan is, maar misschien met schoonmaken komt er nog wat naar voren. En dan denk ik dat het een soort heilig hangertje is. Denk ik, zomaar. Dat is nog eens een dik ornament. Het is niet van lood, het is een beetje koperachtig. En ik loop nu op DP-mode. En dat heeft met audio te maken, DP. Dat is dus, je hebt 1, 2, 3, 4 en DP. En dan klinkt hij een beetje als de deus in hot. Hier ben ik hem kwijt. We hebben gezellig met z'n drietjes op de knietjes. Bram die heeft een tabaksdoos gevonden. Met de tabak er nog in. En nou is dat wel hartstikke leuk. Nou heb je niet zoveel meer in die tabak. Maar dat is wel hartstikke leuk. Maar het leukste komt nog. Er zit gewoon een hele mooie pijpenvloed erin. Echt heel gaaf. Ja. Mooi compleet setje, Bram. Ja, als je kan weer roken. Kun je weer roken. We zijn een beetje aan het einde van onze zoektocht. Ik vind het gewoon jammer dat we moeten stoppen. Allemaal leuke dingen, man. Kijk, een armband. Hartstikke leuk. Het laatste gaatje van vandaag is een cadeautje voor thuis. Een doosje. En we gaan wel zien wat erin zit. Of dat er überhaupt iets in zit. Of dat die überhaupt open kan. We gaan het zien. Voor nu zeg ik bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. En hij heeft weer zijn best gedaan vandaag. Kan niet anders zeggen.